Vandaag trotseren wij weer en wind om de consumenten wat vragen te stellen over hun krantenabonnement. Leest u de krant? Ja, ik lees de krant, ja. Al jaren. Welke krant heeft u? Op het ogenblik de Telegraaf. Welke krant leest u? Het Rijmers Dagblad. De krant komt op het moment binnen bij ons dat ik al de deur uit ben. En dan is die 's avonds, staat er oud nieuws in. Ik lees 2 kranten per dag. Eén Tours Dagblad en de Volkskrant. En heeft u dan een favoriet? Jazeker. Al 40, 50, nee, nee, 45 jaar de Volkskrant. Ik lees de Trouw en ik lees de Volkskrant, maar voornamelijk de Trouw. En heb je een abonnement? Ik heb 4 weken gratis op proef gehad. Dat was een aanbieding vanuit het Brabants Dagblad. 4 weken zijn nu voorbij, maar dan moet ik wel zeggen dat ik twijfel om daar dan weer een abonnement op te nemen. Brabants Dagblad, de Volkskrant en het NRC krijgen we thuis. Dus. Met alle respect, dan heb je nu.nl, apps en dergelijke. En dan ben je beter op de hoogte als dat je een krant krijgt. Hoe zou jij contact willen onderhouden met die krant? Via welke kanalen? Ik denk ook voornamelijk via internet, gewoon e-mail. Ik denk, ja, dat zijn gewoon de makkelijkste manieren vandaag de dag om überhaupt contact te onderhouden. Ik denk dat ik niet, ik hoef niet meer, zoiets als een krant hoef ik niet specifiek iemand van de telefoon te hebben of dergelijke, nee. Bent u wel eens beloond als trouwe klant? Toevallig dat ik een telefoontje kreeg. Zij boden mij aan als ik mijn lidmaatschap met een jaar verlengde, dat ik dan een elektrische tandenborstel kreeg. Nou, dat vond ik zo'n geweldig aanbod dat ik daar niet op inging. Ik vond het zo'n flauwekul.